In Saramaca worden nieuwe transmissielijnen geïnstalleerd om regelmatige stroomonderbrekingen te beëindigen. Het project, gefinancierd door de Caribbean Development Bank en uitgevoerd door Kalpataru Projects International Limited, streeft naar betrouwbaardere en duurzamere elektriciteitsvoorzieningen voor de gemeenschap. EBS technisch directeur Marcel Eindhoven vraagt om begrip en samenwerking van de bewoners tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachte oplevering is aan het einde van het eerste kwartaal van 2025. Suriname werkt aan een groene ontwikkelingsstrategie GDS onder leiding van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dit omvat een technische analyse gevolgd door nationale consultaties. Minister Mashanu Dasai benadrukt het belang van brede betrokkenheid voor een gedragen visie op de toekomst van het Surinaamse bos. Het proces duurt naar verwachting 6 maanden met consultaties die in mei 2024 beginnen. Het doel is om in november 2024 een conceptwet voor te leggen aan de Nationale Assemblée. De Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Mexicaanse ambassade organiseerden op 10 mei het eerste Mexicaanse filmfestival in de Adekus Guesthouse. Het doel was culturele samenwerking te bevorderen en culturele diplomatie te promoten. Minister Albert Ramdien benadrukte het belang van samenwerking tussen beide landen op verschillende gebieden. Ramdien onderstreepte het belang van een people-to-people samenwerking voor ontwikkeling en versterking van sociale, culturele en maatschappelijke banden tussen landen in de regio.